Laat me beginnen, het is nu tijd voor de revolutionaire strijd. Dus wees je bewust van de geschiedenis die ik nu schrijf en die ik spreek. Omdat er in deze dagen een hele dunne scheidingslijn is tussen fictie en realiteit. We leven in het tijdperk, de draad om statistieken, journalistieke technieken en diplomatieke tactieken, sympathieke politieke manipulatietechnieken. Politici die namens mensen spreken, maar in grafieken denken. Nee, ze die brikkeleen fabrieken, noodgedwongen bang voor een opstand omdat ze een angst nooit hebben overwonnen. Het doet het voor de volhouders, de kinderen en de ouders. Ik dacht de pijn van een heel volk op mijn schouders voeden. Lords en de voeder voelen slecht en goeder. Broeder voor wat ik voel zodra ik mijn pen voor me laat broeden. Ik ben een echte visionair. Dit is de opkomst van een nieuwe generatie revolutionairs. Ik zorg voor opstaan te slaan de spraker op zijn kop. We staan niet in mijn weg voor ik een spraker hier opblazen. Vraag draai de rip Palestina. Breng ruïne namens mensen die niet krijgen wat ze verdienen. Er is te veel gebeurd om het te laten rusten. Ik heb te veel trots in me zitten om ervoor weg te vluchten. Het maakt niet uit hoe hard je de blasie daar komt terug. Luister naar mij en hoor de stemmen van mensen die worden onderdrukt. Van aan de vlak van plus van het bloed. Wat in Haditha land mijn lijn van Luja Libanees in Kripite Kroes aan. Ik ben het bloed van kinderen die worden afgeslacht. Meegesleept en afgepakt is het tunt in de massagraaf. Ik ben de schullen die de armen hielen. De Palestijnse vader die vindt die zijn armen stieren. Ik ben het bloed dat vloedde de straten van Arabische staten, de tranen van alle ouders van overleden soldaten. Er is geen tijd meer om te slapen, steek je vaas in de lust. Wees zelfverzekerd dan bevandel de strapen. Voel de trots in je hart, voel de kracht die van binnen. Adrenaline pomp van dit is tijd om opnieuw te beginnen. Het is nog niet te laat, de waarheid zit op de straat. Van de grootste criminele organisatie is de start. En de grootste truc van de duivel is niet dat hij hagelt, maar dat die iedereen aan denken dat die niet bestaat. En ik zag je in haat, ik verleg de feiten op propaganda zodat de voor het verder slechte lijken. Dus wil je overleven, wees dan actief. Want dit leven is geen heiliger dan Israëlische vergeldingsacties. En op moest breed aan de tering met Chila. Ook de Amerikaanse blokkotrestregering in Irak. Wat ik vraag om te plagen voor een systeem dat gecreëerd is om mensen te bedriegen en te leren wat verkeerd is. En om daarop te kapitaliseren, discrimineren, te controleren, te blaven, de volken te demoniseren. Het groot demonstreren, bekijk het leven filosofisch. Van de oorlog die tegen ons wordt gevoerd is psychologisch. De echte terroristen zijn degene in leiding voor over een lot onder het rol van terrorisme bestrijding. Of als je bevrijding bij de kaak is goed, je zie alleen maar breide bruut en de zoveelste kinder spraak in nu. Voor de moord op zijn ouders grijp je uit voor het woord. Voor de moslims vermoorden joden uit dus de holocaust. Creëren angst voor de islam en haat tegen de moslims. Zou je onheuvel de James Bloomfield? Haakt in Nelvis met een achterhoofd cultuur en nomatuur. Maken ze je bang met de gedachte dat je ergens misschien een profit. Geplaatst door een extremist, verder van een realist. De satanist die ik kan vergelijken met de antichrist. Het is simpel, wat naar angst om voeten. Naar voeten kon de haak me vak verdoord. Dan zal die voeten verplaatst naar een plek waar geen ruimte is voor rationaliteit. Nee, waar je mensen beoordeelt op hun nationaliteit. En de regering die je schaakt van de autoriteit. Laten voor hogere subsidies, maar niet voor de humaniteit. Vandaar dat ze beloftes maken onder valse pretenties. En budgetten van Moïna die hebben voor in de feest. Ik ben niet lang te vaak. Het is in loken gehad. Vandaar dat ik op de beugel stap in de teugels pak. Ik schrijf mijn eigen vette en bepaal mijn eigen grenzen. Stel mijn eigen regels voor vergaarde straking voor mijn mensen. Ik sterf voor mijn principes, dus laat nemen of water. Want geen enkel levend wezen superieur op deze aarde. Ik speel alleen met de tranen die mij zijn gegeven. En ik geef mijn leven vol op broers, mijn moeders en mijn vaders. Dus fuck het systeem, want het labelt me gek. Omdat ik laat zien hoe zoals we spelen met het sneeuwbal effect. Straat filosoof, dit is het begin van het einde. Van dit taakwerk en het begin van de mijne. Mijn naam is Appa.